Dit, dames en heren, is niet de Belgische vlag. Zwart, geel, rood. Volgens de grondwet is onze vlag rood, geel, zwart. De originele wettekst waarin beschreven staat hoe onze vlag eruit ziet, die is dus gigantisch verouderd en die moet dringend aangepast worden. En dat is zo bij heel wat andere wetten. Bij onze vlag is dat nog onschuldig. Maar andere wetten die verouderd zijn, die leiden tot onrechtvaardigheid. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen. En vandaag zijn we op bezoek bij Marie de Kok, jurist aan de U Hasselt. Marie doet onderzoek naar oude wetten. Ze haalt die van onder het stof, want heel wat van onze wetten zijn al heel lang geleden geschreven. Wat moet er gebeuren met al die oude wetten? Dit is onze grondwet, aangenomen in 1831, maar hierin zitten nog steeds de principes en fundamenten vervat waar wij in geloven in België. Dus hier staat bijvoorbeeld in dat iedereen gelijk is voor de wet of dat we niet mogen discrimineren. Er staat ook in dat de doodstraf intussen is afgeschaft. En het is wel zo dat die wet telkens een update heeft gekregen. Dus 200 jaar geleden bijvoorbeeld was er nog geen stemrecht voor iedereen. Sinds 1948 is dat wel het geval, dus intussen is dat ook wel in onze grondwet opgenomen. Een tweede voorbeeld is dat de gewesten en de gemeenschappen sinds de jaren 70 en 80 ook meer en meer bevoegdheden hebben gekregen. Dit staat intussen ook verankerd in onze grondwet. En naast de grondwet heb je ook heel wat andere wetgeving die vaak wortels heeft in een ver verleden, maar die niet altijd volledig zijn aangepast aan onze huidige maatschappij. Veel wetten worden inderdaad aangenomen en blijven dan gewoon bestaan, gaan mee met de tijd, maar die aanpassingen, omdat we ook zoveel wetten hebben, kunnen ook niet telkens elke dag opnieuw gebeuren. Dus soms hinkt het parlement een beetje achterop om die regels inderdaad een update te geven. Het is een verplichting als burger dat je dus alle wetgeving in principe kent, ook al zijn er dat oneindig veel. Dat wordt ons wel ietsje gemakkelijker gemaakt doordat de wetgeving wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Maar ik kan me ook wel inbeelden dat niet iedereen altijd evenveel zin heeft om het Belgisch Staatsblad te gaan raadplegen. Je moet gewoon onthouden dat je in principe wel die wetten moet kennen. Dus als je ooit voor een rechtbank moet verschijnen, kan je niet als een excuus gaan inroepen dat je een bepaalde regel niet kende. Oké, we kunnen dus al onze wetten terugvinden in het Belgisch Staatsblad. Sinds het ontstaan van België wordt daar elke wet in gepubliceerd. Dus dat is al bijna 200 jaar lang. De meeste wetten zijn dus ook stokoud en dat kan soms voor problemen zorgen. Dat de vlag niet meer juist in de grondwet staat, maakt niet zoveel uit. Maar verouderde wetten kunnen er wel voor zorgen dat criminelen achterpoortjes vinden. En dat willen we natuurlijk niet. Het is een hele uitdaging om al die wetten up-to-date te houden. En dat is mijn werk. Dus de afgelopen jaren heb ik me verdiept in een wet die wortels heeft in wetgeving van 100 jaar geleden. De wet op de intercommunales. Oeh, even time-out, want wat zijn intercommunales? Intercommunales zijn bedrijfjes die gemeenten samen oprichten. 5, 10, 20 of zelfs alle 300 Vlaamse gemeenten die kunnen gaan samenwerken. En gemeenten zijn ook echt de ruggengraat van onze samenleving. Want ze zorgen voor sociale huisvesting of ze voeren voor een crematies uit. Ze zorgen ook dat er water uit de kraan komt. Ze halen ons afval op. En als elke gemeente afzonderlijk een vuilniskar moet gaan kopen, dan kost dat natuurlijk bakken geld. En daarom heeft men 100 jaar geleden gedacht, oké, we gaan die intercommunales nu gaan invoeren in de wet. Intussen zijn er honderden intercommunales actief in België. Eentje die we allemaal kennen is Fluvius, onze netbeheerder. Die zorgt voor riolering, voor aardgas, voor elektriciteit, ook voor openbare verlichting bijvoorbeeld. Dan hebben we ook nog Varis, die ons kraantjes water zuivert. We hebben ook kleinere intercommunales. Denk aan IKWV, die zorgt voor de Belgische redders aan onze kust. Die doen allemaal activiteiten die ook echt super nuttig zijn voor ons. Maar het gedachtegoed is nog steeds gebaseerd op de wetgeving van 100 jaar geleden. En de eerste wet die dateert van 1 maart 1922. 1922. Dat is de tijd van de gaslantaarns, de Zeppelin en de stille film. Lijkt heel ver weg, want in de voorbije 100 jaar is er echt heel wat veranderd in de wereld. De opkomst van de auto, enkele maanlandingen, het internet, memes. De wetten die bepalen hoe intercommunales werken, komen dus eigenlijk echt nog uit een heel ander tijdperk. Er zijn heel wat dingen van 100 jaar oud waar we nog altijd volledig achter staan. Leffen of Côte d'Or bijvoorbeeld. Ik denk niet dat iemand daar iets tegen kan hebben. Ook onze grootouders houden het liefst zo lang mogelijk bij ons. Bij de intercommunales is dat wel een beetje anders, want de wetgeving op die intercommunales die is intussen natuurlijk gedateerd. Wat gaat er dan allemaal mis met die intercommunales?
Een van de problemen is dat die intercommunales de laatste jaren meer en meer activiteiten zijn gaan doen en ook commercieel actief zijn beginnen worden. Daar komt nog bovenop dat we met een Europese Unie zitten die ook een vrije markt wil creëren. Dus concreet heeft dat tot het gevolg dat je ook private bedrijven hebt die intussen kraantjeswater verkopen of zelfs energie in principe kunnen gaan leveren, ons afval kunnen gaan ophalen. Intercommunales kunnen dat ook, dus die gaan in concurrentie treden. Intercommunales moeten soms geen belastingen betalen, private bedrijven wel. En dat wringt natuurlijk een beetje, is zelfs in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Nog een probleem is dat er soms wat weinig toezicht bestaat op die intercommunales. En als de kat van huis is dansen de muizen, dat zagen we ook in 2016, toen er een aantal schandalen opdoken. In Luik had je een intercommunale waarbij politici miljoenen euro's kregen voor nepvergaderingen. Ook in Vlaanderen kwam aan het licht dat er intercommunales waren met heel wat mandaten en politici die vaak veel vergoedingen kregen. Een laatste groot probleem is dat die intercommunales zelf opnieuw dochtervennootschappen gaan oprichten. Intercommunales richten dus zo een soort nieuwe generatie bedrijfjes op die dan van alles gaan uitspoken. Zo heb je een intergemeentelijke dochter die is gaan investeren in een gaspijpleiding in het Braziliaans Amazonewoud, terwijl de Vlaamse gemeenten daar niets van af weten en zelf al jaren streven naar groene energie. Op dit moment is er heel weinig geregeld in de wet over die dochters, dus het zal echt aan het parlement zijn om daar toch grondig over na te denken en daar rond een kader te gaan ontwikkelen. Dus die intercommunales doen vandaag de dag heel wat, zijn vaak ook economisch actief, maar dat was gewoon nooit de bedoeling van die intergemeentelijke samenwerking 100 jaar geleden. Dus het parlement gaat daar moeten over nadenken wat die rol nog is van die intercommunales en van gemeenten ook in het algemeen. En zal de wetten ook wel op de huidige samenleving moeten gaan afstemmen. Want die principes zijn nog altijd te veel gebaseerd op hoe we er 100 jaar geleden over nadachten. Ik zou durven denken, gewoon afschaffen die handel en alles overlaten aan de privé. Die intercommunales zijn super nuttig, dus we hebben daar echt heel veel aan. Ze doen nog altijd allerlei activiteiten waar wij als burger elke dag mee in aanraking komen. Wat ik heb gedaan is een soort menu aangeboden met aanbevelingen en suggesties waarin dat politici dus een bepaalde bestelling kunnen gaan plaatsen. Het is ook een apolitiek menu. Dat betekent dat er voor elke partij ook wel iets in zit dat kan werken. Het komt neer op meer toezicht, ook meer transparantie voor de burger, hoe dat die intercommunales zijn vormgegeven en dat die intercommunales hun zuiver commerciële taken moeten overlaten aan de markt. Mijn taak zit erop, het werk is gedaan, dus nu is het aan het parlement om die wet een update te geven. Voilà, beste politici, jullie hebben het gehoord. En als je graag Marie haar nummer hebt, kom maar halen bij ons. En aan alle andere kijkers die geen politicus zijn, dikke merci om te kijken. Give it a thumbs up als je van alles hebt bijgeleerd over onze wetten. En zeker niet vergeten te abonneren. Tot de volgende! Fuck up.